als je aan een hardcore Ajax of Feyenoord fan vraagt, ja, waar besta jij voor? Dan zeggen ze voor mijn clubpie. En toch is het niet vergelijkbaar. Ja, dat vind jij. Ja. Betekent dus dat de rechten voor jou iets anders zijn dan voor mij? Als het dus, gaat om... Is het niet zo? Dat is een beetje ook het punt waar ik nu naartoe wil. Religie is niet even een hobby of iets wat je erbij hebt. En vind jij? Wat jij nu neerlegt als iets absoluut, dat is voor jou. Dat is voor mij al niet. Nee, dat is... Jawel, nee, jongens, maar jij hebt dezelfde rechten als ik. Als hij dat zou kan neerleggen, heeft hij ook gewoon het recht om samen te komen. Ik zou het voor moeten geven zoals jij, of zoals een moslim, of zoals een... Dat is helemaal niet de eis. Alleen de eis is wel dat je het niet op een soort satirische, juridische manier doet. Ja, maar stel dat ik daarbij floreer. Ik snap ook oprecht het probleem niet. Omdat, kijk, als jij iets kunt presenteren van, joh, dit is voor mij heel belangrijk en dat voldoet ook aan die eisen die subjectief zijn. Maar jij kunt dat aantonen en dat is ook voor jou echt serieus. Nou dan, ga dat maar aantonen. En dan gelden die rechten ook gewoon. Ja, ja, die gelden voor iedereen. En blijkbaar niet. Gaan er verantwoordelijk mee dat kan en het, niet en het levert geen besmetting op in grote mate. 0,4% RIVM 15 december. Dan denk ik van, wat is het probleem? Of het gaat mij erom dat als een bioscoop dicht moet, waarom een kerk niet? Ja, nee, kom op, een bioscoop, man. Waar heb je het nou over? Je hebt het over iets wat totaal... Het is toch van een geheel andere orde. Ik heb genoten van dat gekrakeel met Tim Hofman. Want ja, dat is natuurlijk iemand die gelouterd is op televisie. En daar zit jij... Hoe jong ben je? Ik ben 21. Kijk, maar je gaf geen krimp, hè, bij Tim? Nee, en het is wel de bedoeling dat je goed voorbereidt, dat je dan niet helemaal in een kramp schiet of zo, of een blackout krijgt, omdat je zulke verre verwijten krijgt, omdat je eigenlijk christen bent, een bepaalde overtuiging hebt. Dus ik had me goed voorbereid en je hebt ook, mensen die de goede argumenten, dan mag je er ook staan en mag je hem ook van repliek dienen. En ook tegelijkertijd misschien wel iets door laten schemen van waarom je er zo fundamenteel in zit. En waarom je christen bent en die overtuiging hebt. En wat je dat brengt en wat het ook een samenleving brengt. Wat zei je nou eigenlijk na afloop naar jou? Want dan heb je vaak de mooiste gesprekken. Als de camera's zwijgen, dan komen de gesprekken. Ja, in de uitzending ging het er eigenlijk over van ja, ik ben eigenlijk best wel jaloers omdat je zo'n diepe overtuiging mag hebben. En na de uitzending spraken we daar even over door. En hij gaf eigenlijk aan, ja, die overtuiging die mis ik. En daar zat ook wel iets in het gesprek wat we toen hadden, dat hij dat ook echt miste. Dat hij het jammer vond dat hij die overtuiging miste. En dat snap ik wel, want als je, ik denk altijd, als je geen geloof hebt, ja, dan is het, alles is het hier en nu. Dan moet het hier op aarde te vinden zijn. Wij als christenen geloven dat niet. We geloven dat het juist hier op aarde niet is en dat we mogen uitkijken naar alles wat gaat komen, naar de eeuwigheid, om dan met God te zijn. En ja, daar heb ik hem na de uitzending iets van willen meegeven. Of in ieder geval willen vertellen hoe ik daarover dacht. En het is niet dat hij gelijk van, oh tuurlijk, want hij kende het verhaal wel. Maar ik hoop dat ik hem toch ergens heb kunnen triggeren van, joh, ook nu nog mag je het gewoon aannemen. Ja. Maar weet je wat ik het leuke van jou vind? Je bent toch een jong broekie. Maar ik hoor je regelmatig bij BNR of op de radio of zie je op televisieprogramma's. Tegelijkertijd ben je een SGP'er waar televisie... toch nog een beetje uit de boze is. Het kastje van de duivel. Ja, dat klopt. Enerzijds wel. Dat was vooral ook vroeger, hè, dat de SGP heel erg terughoudend in de media was. Maar als je nu kijkt naar Kees van der Staaij, zie je hem vaak genoeg bij Opeen, Jinek, al dat soort programma's verschijnen. En ja, ik denk nog steeds dat er best wel een gevaar zit in alles wat we in de media, via televisie, maar ook Netflix meekrijgen. Maar tegelijkertijd, nou ja, ik zit hier vandaag ook niet voor niets... is het ook weer een mooie kans om je boodschap te brengen. Of het nou politiek of geloof is. Dus ik wil die mogelijkheden ook wel benutten om juist... zeker als het gaat om SGP'ers, een klein deel van de Nederlandse bevolking. Heel veel mensen komen helemaal niet in aanraking met SGP'ers. Zeker niet als je in Amsterdam woont. En toch, als die s'avonds naar televisie kijken, zien ze dan misschien Kees van der Staaij of mij of iemand anders zitten. Ja, en dat is dus de meerwaarde volgens mij die het heeft, dat je ook die mensen kunt bereiken. Ja, een van de mooie dingen van Kees van der Staaij, die hier ook een aantal keer te gast is geweest, fractievoorzitter van de SGP, was dat epische moment met de verloren zoon in de Tweede Kamer. Ja. Wat ging er toen door je heen toen je dat zag? Nou, dat is voor mij wel echt de kern van christelijke politiek. Waar politiek vaak gaat over moties, wetsvoorstellen, hele technische details waar je soms ook wel echt helemaal in kunt verzanden, vind ik dat mooi. Op zo'n cruciaal moment tijdens de algemene beschouwingen iets door laten schemeren van je geloof en ook van je plan voor Nederland, wat geworteld is in je christelijke overtuiging, want je gelooft dat het niet alleen goed is voor dat kleine clubje SGP'ers, maar voor heel de samenleving, vrees God en houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En dat komt zo mooi naar voren, die getuigenispolitiek, op het moment dat hij dan zo'n beeld meeneemt en dat hij dan daarover vertelt. Dat je niet gelijk vervalt in alles wat er op dat moment speelt, op die dag, maar dat je toch even teruggrijpt naar zo'n oud verhaal eigenlijk, die gelijkenis. En dat die ook nog meer waarde heeft voor de politiek nu. Want vervolgens
koppelde daar ook allemaal politieke thema's aan. Ja, dat vind ik prachtig. Als je die verbinding kunt leggen, dan is het volgens mij geslaagd. Wat leuk dat je stage bij hem loopt, hè? Ja, ik vind het geweldig. Ja. Ja. Je ziet hem altijd op tv, vrolijk, vriendelijk, amicaal. Ik dacht van, nou, als ik nou achter de schermen bij hem kom, zie ik dan misschien ook wel eens de echt boze kant. Die eigenlijk helemaal boos terugkomen. Ja. Die heb ik dus nog steeds niet ontdekt bij hem. Dus ook achter de schermen is het precies dezelfde man als voor de schermen. Ja. Dus dat is iets waar ik ook wel achter ben. Ik denk dat bij hem is, what you see is what you get. Ja. Ja. Laten we even teruggaan naar de jonge Tom de Nooijer. Hij is zo'n jaar of 13, 14, 15, groeit op in een apolitiek gezin. Er was gewoon niet over politiek gepraat. Niet boeiend. Ja. Totdat ik opeens een folder in mijn hand gedrukt kreeg en lid werd gemaakt eigenlijk per ongeluk van SGP Jongeren. En ik als begon te lezen over politiek en over de SGP en wat het inhield en wat die drie mannen in de Tweede Kamer nou eigenlijk uitspookten. En toen begon ik het enorm interessant te vinden. Ik begon nog veel meer te lezen en ik begon al die magazines te verzamelen en op te vragen. En toen ben ik actief geworden. En eigenlijk als jong broekie, als iemand van 15... nog lang niet kennen over alle dingen waar ik nu over praat. Maar ik had wel een soort van urgentiegevoel van, nou, dit is belangrijk en ik vind het ook nog interessant en leuk. Nou, en zo is het balletje gaan rollen. En ben ik lokaal een commissie gaan oprichten van SGP Jongeren in Elburg en Oldebroek. En dan avonden organiseren opeens. En dan sta je als 15-jarige voorzitter met een veel te korte stropdas voor een zaal met 60, 70 man. En wordt die avond wel gedebatteerd over de vluchtelingencrisis die toen speelde. Nou, en zo begon ik me te verdiepen. En van het een komt het ander. En uiteindelijk ook ben ik zo de gemeenteraad eigenlijk ingerold. Nou ja, je was 17 en toen werd je gekozen tot gemeenteraad. Je mocht het eigenlijk niet worden, want dat kan pas als je 18 bent. Ja. Hoe kreeg je dat voor elkaar om jongste raadslid van Nederland te worden? Is dat omdat je zo goed gebekt bent, omdat je fris uit je ogen kijkt, of omdat je een mooie stropdas om hebt altijd? Ik hoop misschien nog wel de combinatie ergens ook nog bij. Maar wat toen heel erg aan de hand was, ik stond niet om we hebben 4 zetels gehaald en ik stond op plek 5. Dus ik heb het gehaald op basis van mijn voorkeursstemmen. Maar ik merkte toen, ik probeerde al wel mijn verhaal klaar te hebben en na te denken over wat speelt er eigenlijk, ook in onze gemeente, lokaal, dat waren allemaal onderwerpen. En de media was er eigenlijk al vrij snel in geïnteresseerd. En wat krijg je dan als er één krant naar gaat bellen, komt vervolgens ook de volgende krant. En het was eigenlijk best wel een hype in Oldebroek. En na de verkiezingen stond er ook in CU en Tom winnen de verkiezingen, stond er in de lokale krant. Maar omdat er zoveel aandacht voor was, kreeg ik eigenlijk de gelegenheid om ons verhaal te vertellen. Ook aan heel veel jongeren in het bijzonder, die ze misschien wat minder vertegenwoordigd voelden in de politiek. Ja, en dat is gigantisch mooi dat dat zo is aangeslagen. En dat je ook een bepaalde groep erbij hebt kunnen betrekken die misschien eerst helemaal niet zou kiezen voor de SGP of helemaal niet naar de stembus zou komen. SGP is een rechtsconservatieve partij. Als ik SGP tegen mensen zeg, dan zeggen ze ja, vrouwen tellen niet mee. Jij bent jong, je aanstaande echtgenote zit hier. Als je in de Bijbel leest, kom je heel veel vrouwen tegen die een toppositie bekleden. 200 jaar zelfs de richter, hè, toen lieten de mannen het afweten. Zei God, nou moeten jullie het land leiden. Ja, ja, ik lees die voorbeelden ook, dat vrouwen bidden en profiteren. Dus ik lees die tekst ook. En ik denk ook, en zeker ook als ik de vrouwen zie binnen onze partij, binnen de jongerenbeweging is bijvoorbeeld voor man en vrouw alles gelijk. Elke functie staat voor iedereen open. Dan zie ik ook wat voor talent we in de Kuip hebben. En ik vind het alleen maar mooi om dat in te zetten. Ten meer bijvoorbeeld als het gaat om waar SGP's wel eens op worden aangevallen, waar we een minderheidsstandpunt vertegenwoordigen. Als het bijvoorbeeld gaat over het abortusdebat. Over het opkomen voor het ongeboren en eigenlijk onbeschermde leven. Ja, ik heb zelf wel eens een debat ook op Radio 1 gevoerd over abortus. Maar ik kreeg al direct terug van, ja, maar je bent een man en dan bepaal jij over de baarmoeder van vrouwen. Terwijl, dat zie ik helemaal niet zo, maar dat argument werd toch aangevoerd. En ik zag als vrouwen dat verhaal vertellen van, joh, ik wil opkomen voor het ongeboren leven, dat het toch veel beter overkomt. Dus ik zie ook allemaal voordelen om vrouwen binnen de politiek, ook juist binnen de SGP, te gebruiken om ons geluid te vertegenwoordigen. Ja, ik denk aan Paula Schot, wethouder van de SGP in ZXC, die het fantastisch doet, om maar een vrouw te noemen. Wat is de kern van jouw geloof? Als je staat in Amsterdam, daar word je herkend en iemand komt naar je toe en zegt, joh, wat houdt dat nou in, dat geloof voor jou? Ik heb God nog nooit gezien, ik weet niet of die bestaat. Dan zeg ik, maar geloof je dan dat er niets is? En geloof je dat het allemaal toeval is en dat je, dat zoals wij hier nu zitten, dat Ja, dat is altijd diegene zeggen, ja, ik denk wel dat er iets is. Ja, maar dat vind ik allemaal een mooi aanknopingspunt. Oh. Want eigenlijk ken ik vrij weinig mensen die zeggen, nou, het is echt allemaal toeval. Het is gewoon oerknal,
toeval, al die natuurwetten die precies zo met al die constanten zo in elkaar zitten. Dat is ik kom er maar een paar tegen. Maar de meeste die zijn eigenlijk zoekende. Die zijn helemaal niet atheïst, die zijn zoekende. Ja, maar... En dat vind ik al een mooi begin om een gesprek aan te gaan over God. En over te zeggen wat ik dan geloof. Want vaak merk ik dat, als ik dan met zo'n seculiere Amsterdammer spreek, dat hij niet weet hoe het zit. En dat ik wel denk te weten hoe het zit. En, is dat arrogant? Nee, ik vind niet dat als we de Bijbel lezen en als we het woord van God aannemen, als we Jezus aannemen, daarmee ook zeggen dat we... Dat God zich openbaart, wat echt wel iets bijzonders is. Als we dat aan anderen voorhouden en zij zeggen, ja, maar ik weet het allemaal niet en jij zegt zomaar dat je het weet, vind ik dat niet arrogant. Dat vind ik juist het mooie, om dat ook aan anderen te zeggen. Om ze aan het nadenken te brengen en hem misschien ook bij God te kunnen brengen. Om te zeggen, van, joh, ga nou zoeken, lees die Bijbel eens en laat het ook tot je spreken. Geef het die kans. En wil je dat ook mensen bij God brengen? Als dat zou kunnen, het is het mooiste wat er is. Dat gaat nog ver boven mijn... politieke overtuiging en politieke ambities die ik heb. Volgens mij is dit mijn eerste plicht als mens hier op aarde, om één God te dienen en goed voor mijn naaste te zijn en ook om de naaste bij God te brengen en te zeggen dat hij bestaat en dat hij zich openbaart in zijn woord. Het thema van Out of Power is keer op keer, je bent geliefd. Je bent Gods geliefde kind. Zeg je daar amen op? Amen. Kijk. Ja, want het beeld van God, als we het hebben over die circuliere Amsterdammer, is ja, maar waarom is dan het lijden hier op aarde? En moeilijke vraagstukken die er ook echt zijn. Maar als ik aan God denk ik niet van, nou, waarom laat hij dit allemaal toe? En waarom hebben we zoveel leed hier op aarde? Dan is het eerste wat ik ervaar ook geborgenheid bij hem, als kind van hem. Onder zijn vleugels worden genomen en alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal je rust geven, Psalm 23. Dat beeld van God spreekt voor mij veel sterker. En dat is niet een beeld wat maar voor een paar mensen geldt, maar wat God voor iedereen wil zijn. En dat, daarmee geeft volgens mij God iets aan over hoe hij naar mensen kijkt. En dat spreekt voor mij het allersterkst. Dus dat overheerst voor mij. Hey, mooi man. Wat is je droom? Nou, mijn studie afronden. Politicologie? Ik studeer politicologie. Ik begin klein met dromen. En als ik heel groot... Droom nou is groot. Ik zei al schrapje aan het begin van de uitzending minister-president. Ja. Maar stel je voor dat je tot een hoge ambt geroepen wordt. Dan zou ik daar wel mijn verantwoordelijkheid willen nemen. En als je nou minister kon worden, van welk ministerie? OCW, denk ik. Onderwijs, cultuur en wetenschap. Waarom? Omdat er de laatste tijd zoveel aanvallen zijn op het christelijk onderwijs, wat ik echt belangrijk vind. Dat is echt een van de belangrijkste thema's volgens mij die nu spelen, ook waar christenen zich in zouden moeten verdiepen. Het venijnige aanval op het christelijk onderwijs, wat echt de plek is waar ouders een gedeelte van de opvoeding uit handen geven om dat binnen de school te laten plaatsvinden. Wat zo belangrijk is dat je dan ook bepaalde waarden en normen, christelijke waarden en normen, kunt overdragen. Nou, nu zie ik dus die aanvallen daarop gebeuren en ik denk dat ben heel pessimistisch daarover specifiek, dat nog veel verder doorzet. Dat we uiteindelijk misschien helemaal geen christelijke scholen meer overhouden. Heel veel partijen zijn er ook openlijk over. Dat als ik daar van minister zou mogen worden, om dan toch te zeggen, die ruimte moet er wel zijn. Omdat het onderwijs niet alleen maar kennisoverdracht is, omdat we zeggen dat onderwijs neutraal kan zijn, wat het niet is. De evolutietheorie is niet neutraal. Allerlei andere dingen die je zegt is niet neutraal. Er zit een bepaald wereldbeeld achter. Dat moeten we erkennen. En christenen willen dat vanuit een christelijk wereldbeeld doen. Nou, ik heb er net al iets van gezegd van wat dat wereldbeeld is. En om die vrijheid te behouden in de toekomst, daar zou ik echt heel veel voor over hebben. En als dat iets van een politieke ambitie mag zijn, dan graag. Wat mij betreft word je eens door de tijd. Kijk. En weet je, het is reden om bezorgd te zijn. Tegelijkertijd maak ik me ook niet bezorgd. Hè. In de komende maand zullen we van het koor een aantal liederen horen van George Friedrich Handel, de Messiah. En daar staat in, een tekst uit Jesaja. De koninkrijken van deze wereld, die we zelf allemaal bouwen, van we denken, jongens, wat zijn we machtig, zullen overgaan het koninkrijk van God. Dus die tijd komt eraan. Dat vind ik een prachtige tijd. En dat is het mooie vooruitzicht. En juist als christen in de politiek kun je zorgen maken om het bijzonder onderwijs, wat ik net al zei. Maar we moeten nooit vergeten dat we ook mogen uitkijken naar een tijd waarin alles, waar er geen gebreken meer zullen zijn en het eeuwige koninkrijk zal komen. En we mogen dus ook als christen volgens mij, en dat is ook misschien wel een uitdaging, niet verzanden in dat pessimisme. Misschien pessimisme dat het juist hier op aarde niet is, maar dat mag juist tegelijkertijd een bevestiging zijn dat het wel gaat komen. En als we dat perspectief maar houden, dan komt het goed, toch Jan? Helemaal goed. Nou, dat ben ik totaal met je eens, Tom. Heel fijn dat je hier te gast was. Ik vind het ontzettend leuk dat je echt zo gedreven bent. En fijn om jonge mensen in Nederland te zien die ergens voor gaan en voor staan. En
Je bent iemand met een sterk geloof. Nou, Bobby Schuller, je kijkt ook Out of Power, die heeft een dagboek geschreven met allemaal mooie bijbelteksten en dat gerelateerd aan een overdenking. Dus dat geef ik je graag mee. Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om de abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.